Op landgoed Schovenhorst werd donderdag 25 juni de nieuwe slogan Putten Bomendorp gelanceerd. Met deze slogan wil men Putten nog steviger op de kaart zetten. In samenwerking met de bedrijvenkring wordt deze kreet verder vormgegeven. Plus D compleet vernieuwd. In onze nieuwe supermarkt aan de Gervenhof kunnen wij u nu nog beter van dienst zijn. Onze service die door onze klanten toch al hoog gewaardeerd werden, hebben we naar een nog hoger plan gebracht. In onze versafdeling zullen regelmatig bekende koks kookworkshops geven. Nieuw zijn ook onze zelfscankassa's. U neemt een handscan mee in de winkel en als u uw product gescand heeft, kunt u het gelijk in uw boodschappentas of krat plaatsen. Bij de zelfscankassa levert u de handscanners weer in en rekent u de boodschappen af. Ook duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Dit komt onder meer tot uiting in de koelingen die zijn afgedekt, het gebruik van duurzame ledverlichting en vloerverwarming die zijn warmte haalt uit de restwarmte van de koelmotoren. Tevens hebben wij een uitgebreid assortiment aan biologische en fairtrade producten. In onze recycle unit kunt u gebruikte sappakken, batterijen en frituurvet inleveren. Ook voor stomerijservice, PostNL, opladen van de OV-chipkaart en een geldautomaat kunt u bij ons terecht. Ik sta hier niet als burgemeester van Putten, maar als voorzitter van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Daar is de wordensgeschiedenis van de diamant. En ik ben er buitengewoon trots op dat ik als voorzitter van het departement van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel u allen hier mag welkom heen. En ik geef u heel graag het woord aan de voorzitter van de lokale bedrijfskring, de Hikhuis. Ik ben inderdaad Aad Kouwers, voorzitter van de bedrijfskring Putten. En namens de bedrijfskring, maar ook namens de gemeente, van harte welkom deze mooie locatie in het Puttense, in het Puttense Bomendorp. Ik ben onder de indruk van de hoeveelheid mensen die er zijn. Mensen die tijd vrijmaken in overdag in het hectische bestaan om te luisteren en te kijken en te horen hoe het Puttense Bomendorp is. En ook mee te delen in de diamant van Midden-Nederland. De diamant van Midden-Nederland probeert met een aantal gemeentes om te onderscheiden. Onze sterke punten naar buiten te brengen en naar boven te brengen. En wat ook heel belangrijk is, en dat is de afgelopen tijd erbij gekomen, mee te doen in de ontwikkelingen waarin we leven. Mensen die hier zijn, tenminste zo zie ik dat, de goede blik naar de toekomst blijft niet in het oude hangen. En laten we proberen met z'n allen onze omgeving op de kaart te zetten en de goede dingen samen te doen in de diamant van Midden-Nederland. Ik ga het woord geven aan wethouder Koekoek van Putten. Dank Aad. Welkom in Putten, Aad Zeelo, maar ook welkom op het landgoed Schovenhorst. Ik heb net genoegen mogen smaken om met de nieuwe voorzitter kennis te maken, dus het komt heel erg mooi uit. Want het is wel een hele bijzondere locatie waar we nu vanmiddag deze presentatie doen. Het landgoed Schovenhorst bestaat 160 jaar. En 160 jaar geleden is men begonnen, zoals het zo mooi heet, met de ontwikkeling van woeste gronden. En men heeft geprobeerd in allerlei landbouwgewassen om te kijken wat doet het hier nou goed in deze grond. Voor alles is geprobeerd hier te verbouwen, maar uiteindelijk bleek toch de bosbouw eigenlijk het beste te gedijen hier. En binnen de bosbouw eigenlijk in het bijzonder de doekloos te pakken. Dus eigenlijk kan je zeggen, de bakermat van de doekloos in Nederland ligt hier op Schovenhorst. Dus vanuit Schovenhorst zijn de doekloospark en zit verspreid over Nederland. Dat is toch wel heel bijzonder. Dat is toch iets wat heel veel mensen niet weten. Dus ik haal het toch wel even aan. Naast de hobbees vinden zich hier meer gebouwen op het terrein. Het is een heel groot landgoed. Hier tegenover is het koetshuis, waar net het algemene ledenvergadering van de maatschappij was. Hiernaast staat het werksteen. En de meeste van u zijn denk ik via de achterkant binnengekomen. En dan een grote parkeerplaats als we nu via de voorkant binnenkomen, laat ik het zo maar zeggen. Daar bevindt ons Puttisch museum, de 10 Malen, wat wordt gerund door vrijwilligers van de Puttisch Historisch Genootschap. En de bedrijvenkring, het bedrijf van Aad, heeft dat opgepakt. En uiteindelijk, na een moeizaam begin, is er toch gekomen van waar we vanmiddag zijn, namelijk het neerzetten als Putten Bomendorp. Dankjewel, wethouder. Helemaal goed. Ik zal mezelf even heel kort voorstellen. Ik ben Henk Vlijn, bestuurslid bedrijvenkring. Dan gaan we beginnen. Putten Bomendorp. Bomen bepalen de kleur van Putten.
We hebben een prachtig logo. Bomen zijn een verbindend element in natuur en samenleving. Overal kun je een bewuste bomen. Als we kijken naar ons logo, is er bewust een hand gekozen. En die hand is onze samenleving. We gaan een pad maken, een belevingspad vanuit het bos in het centrum. En die loopt ook werkelijk door tot het hart van ons centrum. Overal is die zichtbaar. Grieken heeft de mensen dat die eigenlijk bij het VNV-kantoor. En de burgemeester doet graag voor het gemeentehuis. Nou, als we allemaal even naar achteren kijken, dan komt er een verrassing aan. Onze boswachter. Hallo. Dat is wel heel leuk, Jasper. Dag Jasper. Jasper Lennart, onze boswachter. Ja, maar, hallo, hi. Hey, maar, hallo. Jasper, jouw vak is boswachter, dus ja. Je kan best wel even wachten tot we verplaatst waren, toch? Goedemiddag. Ja, inderdaad, zo af en toe ben je wat een bekende Nederlanders op pad, dat hoort erbij. Ik kom net van Freek Vonk terug. Mijn naam is Lennart Jasper, boswachter hier in het Speelderecht Wilde Bos. Maar ook in Hunspeet en Vierhouten Bos, in het Zwolse Bos. Gaan we elektrisch en schoon door het bos naar de plek toe. En ik durf wel te zeggen dat de kans groot is dat je dat ook wilt zien, van dichtbij. Nou, en dat is denk ik een aanwinst voor deze omgeving. Los van de vaste excursies die we op internet hebben staan, gaan we ook proberen met de omgeving, onder andere met de Hopace, maar ook andere ondernemers uit deze directe omgeving, want ik vind het opvallend dat het Speelderbos veel toeristische, recreatieve ondernemers om het bos heeft liggen, die zich ook linken aan het bos, om daarmee samen te werken. En de lokale en regionale economie, en misschien wel verder dan dat, in ieder geval ook weer met de wildterreinen te stimuleren en die beleving te geven. Ja, want heel vaak hebben we, ook als kind zijn er niet zoveel nut en noodzaak bij een boom, als alleen maar erin klimmen of er wat in te kerven. Wandeltochten in de omgeving, waarbij ook medailles te verdienen zijn, brons, zilver en goud. Hè, dat stimuleert ook een stuk beweging, ook bij de ouderen. Die medailles zijn allemaal af te geven bij het VVV. Door middel van een app kan men in het bos een aantal paaltjes scannen. En op het moment dat je een app aan de gerieken laat zien, dan krijg je een fantastische medaille. Booming business. Op zijn Putters booming business. We zijn op het nieuws geweest, het journaal. Put is booming. Er zit een totaal economische structuurvisie achter. Ook opgesteld met verschillende bedrijven, verenigingen in Putten, met de gemeente. En Bomendorp is booming business. Dat kunnen we niet alleen zoals wij dat hier bedacht hebben. We zijn met de hele groep al bezig geweest om erover na te denken. We willen dat heel graag doen met iedereen in Putten en ook ondernemers daarbuiten. En dan bedoel ik ook iedereen, alle ondernemers, alle branches, zoals de bedrijven in Putten, de horeca, recreatie, ook de cultuur en toerisme. En we hopen dat met elkaar allemaal op te pakken en daar een heel mooi project van te maken. Bomendorp.nl, die staat vast. Dat is al gerealiseerd. We moeten er alleen nog een heleboel invullen en aanhangen. We willen dit heel officieel maken, de start. En jullie gaan de burgemeester voor uitnodigen. Dus dat is de uitdaging. We willen natuurlijk dat er heel veel bomen gaan groeien in Putten en omgeving. Want ja, zonder een boom zijn we geen Putten-Bomendorp. Om de bomen ook te kunnen beleven, hebben jullie de bostoren kunnen zien op de presentatie. En Landgoed Schoolvorst heeft jullie allemaal een entreekaartje gegeven om ook die bosbeleving vanuit de toren te kunnen meemaken. Dus jullie kunnen straks onder de late tijd terugkomen. Dan kun je met je entreebewijs de bos rekenen. Ik ga nu toch echt over. Ik heb de 4. Deze stronk die gaat straks naar de VVV met de pot en de zaden. En wij zullen als VV Putten hiervoor zorgen. En VV Putten Plus die staat voor al die branches. Er zijn alle branches hier vertegenwoordigd. De horeca, de recreatie, cultuur, toerisme en ook de bedrijvenkring. Maar aan u om de eerste te boten. Ja, dankjewel, ga ik doen. Dat is de Japanse boom, dat wist u wel, hè? Ja. Geen Japanse boom. Dat zijn geen Japanse boom. De boom bekijken. Staan er hier een paar een beetje naar rechts. En voor de Ermeloers onder ons.
voor rechts voor het gemeentehuis, daar staan er ook een paar bij. En voor de niet-dendrologen onder ons, daar staat een bordje bij, dus kan je niet missen. De Japanse ginkgo. Het blad heeft een beetje de vorm van een ganzenvoet. Je moet ongeveer 3 keer de diepte van het zaadpoot, wist u ook al, hè? Als je een halve meter onder de grond stopt, komt niet goed. Vroeger een blauwe maandag op een landbouwschool gewerkt en dan was dat. Oh, je ligt dat van over. Met je wapen erbij. Niet te veel, want dan verrotten die zaak, wist u ook al. Als die nou niet gaat groeien, ligt het aan de VVV. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze middag. Ik bedank jullie allemaal voor de komst en het volhouden dit uurtje in deze warme ruimte. Kom alsjeblieft nog eens een keer terug naar Schoolvorst en kom ook straks nog eens een keer terug naar het Bomenhoofdputten. Bedankt allemaal.